Nou, dit is juist heel erg leuk, zou ik bijna zeggen. Ja, gek. Wat is gek? Kijk om je heen en wat voor geweldige natuur je hier hebt. Zondagmorgen, zonnetje, regenboog zag ik net. Dus ja, wat kan je beter hebben dan hier een mooi stukje te gaan lopen. Dus nee, ik heb er erg veel zin in. Robert, nog even aan de koffie. Het is 's ochtends vroeg hier op 11 oktober. De marathon van Rotterdam wordt dit jaar niet gehouden. Maar je gaat hem toch lopen. Leg uit. Ja, dat klopt ja. Nou ja, je kan in deze moeilijke tijd, het is corona en je mag eigenlijk bijna helemaal niets. Kan je zeggen van nou, ik loop niet. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Je kan gewoon sporten. Dus ik heb sowieso al toen de marathon gehouden zou worden op 5 april hier voor het eerst gelopen. En het is nu eigenlijk de derde keer dat ik hier start. Dus ja, we gaan starten. Op 5 april en dan in juni heb je hem hier ook gelopen. Dan was het wat onofficieel. Dit gaat via een app en kan je officieel meedoen? Ja, dit is inderdaad de officiële, nou ja, virtuele Rotterdam Marathon. Maar wel erg leuk. Ik ben erg benieuwd. Ingeschreven in de app. En als het goed is, dan krijg je ook allerlei berichten. Dus ik ben erg benieuwd. Je hebt dit wordt jouw 71ste marathon. Als het goed is, heb je ook 25 keer in Rotterdam gelopen. Ja, wat een gekke ambiance moet dit dan zijn? Nou, dit is juist heel erg leuk, zou ik bijna zeggen. Ja, gek. Wat is gek? Kijk om je heen en wat voor geweldige natuur je hier hebt. Zondagmorgen, zonnetje, regenboog zag ik net. Dus ja, wat kan je beter hebben dan hier een mooi stukje te gaan lopen? Dus nee, ik heb er erg veel zin in. Over de marathon van Rotterdam zeggen dan de mensen dat het zo fantastisch is omdat er zoveel publiek langs het parcours staat die je er echt doorheen slepen als je het even moeilijk hebt. Ja, nu kan je een paar meeuwen aanspreken, maar... Nou ja, dat is juist het leuke ook nu. Als het even niet lekker gaat, dan moet je het echt bij jezelf zoeken. En er komen vandaag ook nog een paar mensen. Dus dat fietst iemand mee bijvoorbeeld op een gegeven moment. Of er komen nog wat hardlopers van de Rotterdam Running Ambassadors. Die komen ook wel even wat ondersteunen. Dat is hartstikke leuk. Maar ja, je moet het gewoon zelf doen. En dat is natuurlijk in een echte marathon ook. Je moet het zelf doen. Maar het is wel geweldig dat zoveel publiek aan de kant staat. Ja. Ja. Wendt het een marathon lopen als je het al 70 keer gedaan hebt? Nou, wennen, kijk, je weet wat er komt, dus je wordt eigenlijk niet meer verrast. Maar wennen, ja, het is iedere keer weer anders, het is iedere keer weer leuk. En je probeert het ook van iedere keer iets weer net even weer anders te doen of dat je er net weer wat beter in staat. Maar het is afhankelijk van de dag en je bent ook een beetje overgeleverd aan hoe je je voelt op dat moment. Hè? En ook een beetje de grillen van de dag, van goh, zit je er goed in? Het kan hartstikke goed gaan, terwijl je relatief weinig hebt getraind. En het kan gewoon ongelooflijk niet goed gaan als je heel erg goed hebt getraind. Dat kan allemaal. Dus je moet je ook een beetje... Het komt zoals het komt. En verder, weet je, je moet je ook een beetje relaxed opstellen. Geen spannende dingen, gewoon lekker je ding doen en het komt goed. Ik heb niet echt een streeftijd dat ik denk van nou, ik moet per se binnen een bepaalde tijd. Ik heb wel zoiets van nou, 3:03 zou mooi zijn. PR staat op 3:26, maar dat heb ik vandaag allemaal niet in het vizier. Ik wil vooral genieten van die mooie omgeving hier. En we zien wat er komt. En als het goed gaat, dan is het prima. Gaat minder goed, ja, we moeten toch naar het einde toe. Hè? Dus geen specifieke streeftijd, nee.